2012. Professionals op het gebied van energiebesparing. Aannemers, woningcorporaties en lokale overheden pakken een uitdaging op. Onder de noemer Blok voor Blok starten 14 consortia projecten in het land. Het doel? Realiseren van grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw. Nu, 2 jaar later, kijken we terug op belangrijke successen en leerpunten. Hoe zijn deze partijen gestart? Bewoners interesseren om te investeren in energiebesparende maatregelen. Dat is de kern. Vaak met een wijkgerichte aanpak en werving van onderop via straatambassadeurs, buurt- en wijkverenigingen. Wat het project bijzonder maakt, is dat wij straatambassadeurs proberen te werven in wijken en in blokken. En die proberen om samen met hun buren een offerte aan te vragen en zo zo'n blok te verduurzamen. We doen het samen, zowel het Rijk als de marktpartijen, als andere overheden, als burgers. We doen het samen, zodat we gaandeweg het traject van elkaar kunnen leren, maar ook elkaar, met nadruk op elkaar, kunnen bijsturen. En alleen dan kan het werken. Ik denk dat het heel belangrijk is om de lijnen tussen de gemeente en de provincie zo kort en bondig mogelijk te houden. Dat maakt het voor de particuliere woningeigenaar ook het meest duidelijk. En dan krijg je ook gezamenlijk die slagkracht. Ook verenigingen van eigenaren worden benaderd en er wordt samenwerking gezocht met woningcorporaties en gemeenten. Juist deze beginfase brengt enkele belangrijke leerpunten. Neem de tijd om voor te bereiden. Zoek aansluiting bij mensen en initiatieven in de wijk en ga met hen in gesprek. Zorg voor kwalitatief goede maatregelen en waarborg kwaliteit in de uitvoering. Start kleinschalig en op het juiste moment. En zorg voor eenvoud en continuïteit. Ontwikkel niet constant hele andere concepten. Het heeft gewoon wat langere tijd nodig, maar zorg dat je die tijd daar ook voor neemt. Wat we de volgende keer anders zouden doen, is denk ik gewoon wat sneller beginnen. Door sneller in gesprek te gaan van wat heeft u nu nodig om een stap te zetten. Tijdens het project ontstaan er ook ondersteunende initiatieven die bewoners bewust maken van hun energieverbruik, zoals een energiespel voor de buurt en voorlichting op scholen. Maar ook groene moeders die voor dag en dauw, blok voor blok, langs de deuren gaan om bewoners te informeren. De aanleiding was isoleren, verduurzamen, zonnepanelen. Maar wat je ziet is dat erachter komt eigenlijk ook een soort beweging van elkaar leren kennen in de buurt. En dan raak je een heel ander soort energie aan, waar mensen eigenlijk misschien nog wel veel meer behoefte aan hebben dan alleen hun huis isoleren. En ondertussen wordt er hard gewerkt. Blokken worden energiezuiniger gemaakt. Er komen modelwoningen waar buurtbewoners kunnen ervaren hoe energiebesparende maatregelen in hun eigen woning uitwerken. Er ontstaat een informatiepunt voor duurzaam wonen. Er wordt zelfs, als stip aan de horizon, gedacht aan energie-neutraal wonen. Tussentijds laat de minister zich informeren. We zijn natuurlijk met z'n allen op zoek naar de meest klantvriendelijke en de meest efficiënte manier om mensen mee te nemen in die woningisolatie. Nou, daar kan je eindeloos over praten, maar uiteindelijk moet je het gewoon gaan doen. Tevens wordt er, niet onbelangrijk, naar financieringsmaatregelen en opschaling gezocht. Al deze maatregelen en ervaringen worden uitgewisseld op drukbezochte consortiadagen, waar wordt geleerd, gereflecteerd, bijgesteld en verder ontwikkeld. Je moet de mensen meekrijgen, je moet persoonlijk contact daarover gaan onderhouden. Je moet ze meelaten groeien met het proces, noem het maar de participerende burger. Daar hangt het succes voor het overgrote deel van af. Er zijn hele goede verbindingen gevormd tussen organisaties. Denk dan aan de gemeente, marketingbureaus, consumentenorganisaties. En dat ze echt samen gewoon die aanpak aan het ontwikkelen zijn. We naderen eind 2014. Er is goed zicht op de successen en vooral op de leerpunten. Projecten resulteren inderdaad in grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw. Het is mogelijk gebleken om in de sociale huursector op grote schaal maatregelen te nemen als deze passen in bestaande plannen en investeringsmogelijkheden van de woningcorporaties. De koopsector blijft een uitdaging omdat een uniforme aanpak vaak niet mogelijk is. Eigenaren van woningen vragen om maatwerk. Bouw- en installatiebedrijven wachten te vaak af tot zij concrete opdrachten krijgen. Ze zijn nog niet actief bezig met vraagcreatie. Een belangrijke kans voor deze sector. Dus als je de mensen opgeleid hebt en je weet de consument te verleiden, dus zoek die klant op, nou, dan ligt het werk klaar. Het werk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zit erop. Naar verwachting zijn eind 2014 meer dan 20.000 woningen gemiddeld 2 labelstappen energiezuiniger geworden
en is alle kennis gebundeld op Energieplein 20. De VNG neemt het nu over en heeft inmiddels een ondersteuningsprogramma opgesteld om initiatieven te versnellen en op te schalen. Samenvattend, blok voor blok is geslaagd. Een heel aantal dingen is goed gegaan, maar we hebben er ongelooflijk veel van geleerd. En wat we ervan geleerd hebben is dat one size fits all, dat dat niet de aanpak is. Het is elke keer weer maatwerk. Elk huis heeft weer een andere aanpak nodig. En tegelijk, en dat is een beetje de paradox, moet je ook werken aan een soort standaard aanpak, een soort industrialisatie. Zodat je elke keer als je weer bij een huis bent, bij een bewoner bent, weer maatwerk kunt leveren. Dat je allemaal gaat voor hetzelfde en dat je daarvoor concessies moet doen. En dat je elkaar vertrouwt in dat gedeelde belang. En neem tijd om dat goed uit te werken, om elkaar te leren kennen. En denk nou niet dat de eerste resultaten over een paar weken al zijn. Dus heb geduld, maar het resultaat komt echt. Ja. Blok voor blok. Pas het begin.